Al 10 jaar lang maken we programma's, documentaires, waarbij we proberen conflicten en wat zich in de wereld afspeelt, zowel te voelen als te begrijpen in 1 programma. En nu zijn we vertrokken met de missie om dat op te splitsen. Voor 1 gaan we nog verder in voelen. In aanvoelen van wat zich daar afspeelt bij mensen. Terwijl voor Canvas wordt het dan meer begrijpen dat we daar nog veel verder in kunnen gaan. Maar uiteindelijk blijven de 2 elementen even belangrijk. Hè. Oorlog begrijpen gaat over voelen en begrijpen. Het afgelopen jaar ben ik naar 3 conflictgebieden, oorlogen getrokken. Irak, Afghanistan, Somalië. En ik ben teruggekomen met 2 documentaire reeksen. Eentje voor 1 telkens en eentje voor Canvas. Want zowel 1 als Canvas hebben elk een eigen doelpubliek en hebben elk een eigen aanpak. Voor het programma tussen oorlog en leven, voor 1, heb ik 2, ik zeg niet graag bekende Vlamingen, maar boeiende Vlamingen, meegenomen naar conflictgebieden. Zware conflicten, die soms nog bezig zijn zelfs. Niet alleen omdat ik hun daar wou in onderdompelen, maar ook om mijn blik te verruimen. Dat ze mij konden verrassen met hun onbevangen blik eigenlijk op oorlog. En de bedoeling was om ons onder te dompelen in het leven van gewone mensen. Okay. Om op die manier dat samen inzicht te krijgen en een gezicht en een stem te geven aan de oorlog. Tussen oorlog en leven past uitstekend bij 1, want wat we daar proberen te doen, is de wereld van oorlog, een wereld die veraf lijkt, om die dichterbij te brengen en om die wereld beter te begrijpen. Dat is ook iets wat we met 1 heel fel proberen te doen en willen doen. Als je kijkt naar programma's zoals Taboe, zoals Down the Road, zoals Durf te Vragen, dat zijn ook programma's die heel concreet bepaalde thematieken vastpakken van wat betekent het om het syndroom van Down te hebben. Wat betekent het om priester te zijn, om moslima te zijn? Maar van dat gesprek te hebben en daar ook een uitstekend tv-programma van te maken. Een programma dat heel fijn is om naar te kijken, waar je graag met je gezin naar kijkt, waar je mee amuseert ook. Maar tegelijkertijd heb je wel iets bijgeleerd. De Iraakse hoofdstad Bagdad is vanochtend opgeschrikt door 3 bloedige aanslagen. Intussen raakt het land. Voor de Canvas-reeks, de eeuwige oorlog, ben ik eigenlijk uiteraard naar dezelfde oorlogen getrokken, maar met een heel andere aanpak. Met vooral de bedoeling om te begrijpen en inzicht te verwerven in hoe ze ontstaan zijn en wat de mechanismen zijn dat die oorlogen blijven aanslepen. En daarvoor heb ik kroongetuigen opgezocht, mensen die aanwezig waren bij echt wel iconische historische momenten en beelden die we hebben, maar ook topexperts wereldwijd om te gaan begrijpen wat die oorlog in gang houdt, brandende houdt. De Eeuwige Oorlog is een typisch Canvas-programma omdat we daar dieper in de problematiek duiken. Omdat we daar de wereld beter proberen te begrijpen. Dus wat we bij Canvas trachten te doen, bijvoorbeeld met programma's zoals Wissel van de Macht, Kinderen van het Verzet, Kinderen van de Collaboratie, Kinderen van de Kolonie, is graven in het verleden. Proberen te zoeken wat er juist allemaal gebeurd is, dat op een heldere manier vertellen, om op die manier beter te begrijpen waar dat we vandaag staan. Het zijn natuurlijk aparte programma's, hè. Voor 1 en voor Canvas met een eigen aanpak, een eigen look en feel en aanvoelen. Maar gemeenschappelijk is dat het gaat over menselijke verhalen ter plekke die ons die oorlog moeten leren begrijpen en die ons moeten laten inzien dat die oorlog relevant is, zowel voor een publiek van 1 als voor Canvas natuurlijk.